Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz. Vandaag komen vreugde en weemoed samen. Want er komt een eind aan de 100ste Vierdaagse. Maar eerst nog de intocht der intochten. Wat wordt dat een feest? En wie mag daar niet ontbreken? Zijne koninklijke hoogheid Willem-Alexander. En hij komt. Weliswaar zonder koningin Maxima, maar dan mag de pret niet drukken. En natuurlijk laten wij niets aan het toeval over. Even iets te drinken wat hij lekker vindt. Nou, het feest kan beginnen. Ja, nou, oké, je weet maar nooit. Maxima. Nou, dan misschien ook maar Amalia, Alexia, Ariana, Beatrix, Victor, Piet, Mabel. Goedemorgen, Pim. Kom, jongen. Wakker worden. Je laatste dag, hè? Ga je eerst je broek aan doen? Ja. Gaat het? Ja. Ja? Kun je nog lopen? Oh, je weet voor waar je het doet, hè? Tandenborstel mee. We gaan even naar de wc, kom. En tanden poetsen en alles. Ja. Van natte hand over je gezicht, hè? Ja. Soms is het jammer dat je aan zijn neus niet kan zien dat er wat is. Het zou een stuk makkelijker wezen, maar je merkt het pas als je met hem omgaat. Alles gaat in slow motion tijd. Die benen doen het wel, maar in zijn hoofd kan hij het niet aan. Kom, nog even hand over je gezicht. Hoppakee, het zweet er vast af. Ja, vast voor zweet. Ja, lastig en wel. Ja. Goed zo. Ja. Nou, gaat het altijd zo, dat je alles voor hem regelt? Ja, altijd. Hij loopt de Vierdaagse, maar ik doe ook de Vierdaagse op een andere manier. Ik doe er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Toen ik net 25 was, toen had ik wandelschoenen gevraagd van mijn moeder. En toen zei ze, ga je wandelen? Toen zei ik, ja, ik wil de Vierdaagse eigenlijk wel gaan lopen. En mijn moeder dacht, nou ja, we zullen wel zien of dat gebeurt, zeg maar. Het is allemaal goed gekomen uiteindelijk. Het was een goede moeder, dus. Maar ze dacht niet, nu is Pim echt gek geworden. Nou ja, wel een soort van, ja, ja. Alles zit erin. Ja, hij is wel zwaar, Pim. Doe deze even in je schoen. Dan ga je erop staan. En dan leg je bij de stad al. Kom, Pim. Ja, gaan we. Nou, jongen, het is zover. Ja. Tas op je rug. Licht uit. Hoe heeft hij het ooit kunnen bedenken, joh, om die Vierdaagse te gaan lopen? Dat vraag ik me ook af, hoor. Jij bent afgebrand na zo'n week. Ben ik ook. Want als het einde van de week is, ben ik blij dat hij weer naar de woongroep gaat. Kom op, hè. Je kan het. Zeker. Goedemorgen. Met je rechts fietsen, Pim, want er zijn nog meer mensen die wandelen. Kom maar. Ja, we moeten opschieten. Anders gaat Pim het niet halen. Dank u wel. Kom op, Pim. Ja, zeker. Kom, je bent er klaar voor. Ik heb het zweet op mijn voorhoofd en het loopt zo langs mijn rug. Gaan het moeilijk loslaten. En ik zit straks met zenuwen op de tribune te wachten tot hij voorbij komt. Nou, jongen. Ja. Jij moet de Vierdaagse lopen, ik niet. Nee. Tot straks. Doei. 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 Succes, hè. Hoe trots ben jij op Pim? He, super. Super trots. Dat hij dat gewoon doet, hè. Ik doe het hem echt niet na, hoor.
100 jaar Vierdaagse. 100 jaar geschiedenis. We gaan terug naar het jaar 2006. Het jaar waarin de Vierdaagse al na één dag werd gestaakt. In de loop van de middag kwamen de signalen binnen dat er mensen waren die, zoals het heet, hitteletsel hebben. En we achten het niet verantwoord. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Je was druk bezig? Ja, klopt. Ik was het een beetje netjes maken. Maar waarom sta je hier? 2006 is het 2007 is het monument gekomen. Nagedachtenis van twee mensen die overleden zijn in 2006. De een was meneer Cussy. De andere was meneer Lankrijer, dat is mijn vader. Ja, en elk jaar toch om hier altijd heen te gaan op de laatste dag. En dit jaar speciaal, niet alleen de 100ste Vierdaagse, maar ook natuurlijk precies 10 jaar geleden. Die had Pieterpad gelopen als voorbereiding dat jaar. Nou ja, dus die had volgens wandelboekje 2500 oefenkilometers dat jaar voor de Vierdaagse. Zo. Dus die was wel getraind, zeg maar. Ja. En ja, nou, toen die dag hè, was eigenlijk als een van de eerste was die binnen. Alweer op het fietsje hier vandaan, alweer in de Groesbeek naar de camping. Ja. Ja, alleen daar is die tijdens het douchen niet lekker geworden. Had een aneurysma, scheurde zijn aorta. Dus het had daarvoor kunnen gebeuren, het had daarna kunnen gebeuren. Ja, niks te maken gehad ook met de warmte. Wat ook best wel stak. Ja, je moet ook niet als ongetrainde hartpatiënt aan de Vierdaagse beginnen. Maar dat heeft toen de tijd ons in ieder geval als familie behoorlijk pijn gedaan. Waar ontmoetingen, herinneringen zijn geworden, ja. 2006. Ja, want ik heb de behoefte aan om daar wat extra's mee te doen. En als vanmiddag die bloemenzee er is, met al die mensen die gladde jolen erin steken... Kan je het toch nog zien? Dan kunnen mensen toch het monument zien. Jouw vader liep de Vierdaagse. Ja. Liep jij samen met je vader? Nee, ik had wel een paar jaar ervoor wel getraind met hem. Juist met de doelstelling om ook de Vierdaagse te lopen. Alleen toen kreeg ik problemen met mijn enkels. Ja, gewoon zo gigantisch balen dat je het dan toch niet samen hebt kunnen lopen. Ja, dat is zuur. Heel zuur. Maar elke kilometer die ik vandaag loop, dat zijn bijzondere kilometers samen met hem. Ja. Die gedachten. Dat is mooi, hè? Ja, zeker. Heb het wel goed. Ja, is goed. Echt mooi. Ja. Oké, dit zijn we. Degenen die hier vaak lopen, die kennen me wel. Ik ben gewoon een vrolijk figuur en behulpzaam. En ik wil eigenlijk hebben dat iedereen die meeloopt gewoon de finish overkomt. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's help. En een heleboel mensen die zien mij als ja, vreemd figuurtje in eerste instantie. Maar ze weten van, hé, hey, als we die in de gaten houden, komen we binnen. En zo sleep ik er ongemerkt misschien wel 100, misschien wel 200 mee. Waarom ik die vlag meeneem? Voor mij persoonlijk is het het getuigen vanuit de Bijbel van Jezus Christus. Maar voor een heleboel is het om te motiveren om de laatste stappen naar Nijmegen te zetten. Maar preek je onderweg dan? Weinig, tenzij dat ze erom vragen. Als ze om de vlag vragen naar de betekenis, dan ga ik er iets over vertellen. Meestal nu op de 40 start ik rond een uur of 7. En ik zeg van, laat mij die eerste anderhalf uur rustig wakker worden. De 30ers halen we dan wel in. En dan zie je de moeilijke 40ers. En die kan ik dan rustig meenemen en meeslepen naar Nijmegen. Dat ik dan even een arm eromheen leg, is soms al heel belangrijk. Begon met de militairen
En daarna met katholieken, protestanten en daarna met de vrouwen. En nu is er een Marokkaan. En nu is er een enig Marokkaan en dat is de ergste. Ja, hey, Marokkaan. Hey, dat vind ik leuk hoor. Hij maakt grapjes natuurlijk. Mijn stiefvader die sloeg mij bont in blauw. En toen ging ik altijd weglopen naar de stad. Ook naar school. 10 kilometer moet ik 's morgens vroeg en 's avonds terug. Maar toch heb ik van gehouden dat ik blijf lopen. Hoofd omhoog, hoofd omhoog. Gaat ie? Ja. Hoe jong ben je? 11. Wat mooie leeftijd. Ik ben de eerste Marokkaan, de enige Marokkaan en de vierdaagse die loopt. Waarom lopen Marokkanen niet? Omdat ik ze schamen of ze vinden raar. Maar daarom willen wij graag actie doen dat ze hier komen. Dat is als feest is, hoogfeest is, dat doe ik aan. En dat doe ik ook voor de vierdaagse Nijmegen. En volgend jaar moeten meer dan 1 Marokkaan meelopen? Ja, graag minstens 1000. Je ziet het niet meteen. Het valt soms helemaal niet op. Maar dit jaar is het anders dan anders. Dit lijkt misschien het begin van een hele gewone vierdaagse dag. Maar dit is het begin van de laatste dag van de 100ste. Die moet je uitlopen. Goedemorgen. Het is de laatste dag, hè? Ja, jammer. Ja, hoe belangrijk is het om het uit te lopen? Heel belangrijk. We hebben Simone voor u meegebracht. Ja. En Simone weet alles van positieve mindset. Uw hulp is altijd welkom. Dat is altijd fijn. Nou, als er nou een moment komt dat het zwaar wordt, hè, ja, dan is het heel belangrijk om alsmaar een positieve gedachte herhalen, ja, voor jezelf. Ja, dat doe ik ook. Na de finish. Na de finish. Goed zo. Ja, zijn we. Goed zo. Alsmaar herhalen. Hoe vaak loop je al? Eerste keer. Ja, ik zie het een beetje aan je. Maar je hebt een beetje dat loopje van de laatste dag. Ja. Het is nog ver, hè? Ja. Nou heb ik speciaal voor jou iemand geregeld die jou even een positieve mindset gaat geven. Hoi. En die gaat jou even helpen om met een kinderlijk gemak de medaille binnen te slepen. Wat heel belangrijk is, is dat je hetzelfde ritme houdt. En dat je heel positief blijft denken. Ja. Is er een voorbeeld waar ze aan kan denken, Simone? De eindstreep. Ja. Toch? Hoeveel applaus krijg jij dadelijk? Ja, als je daaraan denkt, zo positief en in dezelfde ritme, goed aan je buik ademen, ga jij het redden. Zullen we hem doen? Kijk, dan ga je. Moet je kijken hoe jij loopt. Hallo, hoe oud bent u? Ik ben 89. 89? Nee, ik ben voor de 40ste keer hier. We zijn al 17 jaar kameraad en kameradin. Oh, wat leuk. Precies 2 maanden geleden heb ik moest gedotterd worden. Aha. Okay. En dat heb ik allemaal goed doorstaan. Volgens mij hoef ik u helemaal geen positieve mindset mee te geven. Ik wou het eigenlijk even omdraaien. Ja. Zou je haar nog een klein lesje in positiviteit kunnen geven? Want hier kan niemand meer overheen. S'morgens vroeg opstaan. Hakken en tenen bewegen. Tenen, zullen we hem even doen? Hakken. Tenen, hakken. Tenen. Anders kijk je in de spiegel en zeg jij, ik ben er weer. Oh, ik vind het een hele goede les. Dank u wel. Hele goede wandeling. Het valt mij op dat iedereen die kant op loopt. Mijn stijlkant. Oh nee. Eerste keer in mijn 67 jaar dat ik hier verkeerd loop. De laatste dag die begint al zo voor u. Ja, maar ik heb het nummertje 13 op mijn medaille. Oh, het is vrijdag. Ja. Ik kijk het naar Simone. Als je verkeerd loopt in het leven, hè, wat kan je dan doen? Toch weer opnieuw beginnen. Hè? Iedere keer weer opnieuw beginnen. Positieve mindset. Ja. Onweer dat het kraakt. Ja, ja. Wat is het dan voor het begin van de 100ste finale laatste dag? Ja, ja, ja. Weet je wat nou zo erg is? Nu begin ik gewoon een heel treurig humeur te krijgen. Dus ik moet jou oppeppen. Zou je dat kunnen doen? Ik doe de paraplu dicht. Dit is ongeveer hoe het eraan toe is. Ja. Waar wil je heen, Harm? Ik wil dat het gewoon leuk is hier, Simone. Nou weet je, eigenlijk als je ontspant, hè, ik heb het koud. Dan is het best lekker. Ik ontspan. Ontspan. Gewoon. Ha. Lekker. Positief denken. Ja,
een vierdaagse, daar kan geen evenement tegenop. Dat is het mooiste wat er is op deze wereld. Het heet niet voor niks de Walk of the World. Hè? We hebben het kruis van de Nijmeegse Vierdaagse nummer 11. Laten we dat tatoeëren. Omdat het natuurlijk het mooiste kruis van alle is. En om het een beetje een gek tintje te geven, zit het registratienummer van mezelf erachter. Ja, dat is iets unieks. Ouderen hebben het niet zo op nummers, zeker niet op armen. En dat regisseert natuurlijk weer terug naar de oorlog. Ja, sommigen vinden het prachtig. Ze zeggen van, hé, dat je zoiets verzint. En sommigen die weten het niet eens dat ze een nummer hebben wat ze eigenlijk hun hele leven bij zich dragen als ze de Vierdaagse lopen. Wil dat nummer zeggen op je arm? Dat is een mooi registratienummer wat u heeft tijdens Nijmegen. En dit is dat van mijne. Vorig jaar was ik er niet bij, toen was ik in één keer heel erg ziek. Ze hebben helaas kanker in mijn mond geconstateerd. En vorig jaar moest dat eruit worden gesneden. Ik ben er heel blij mee dat ik er hier nou weer bij tussen mag lopen. Ja, ja, dat is helemaal geweldig. Ja, ik heb hier nog wel iets wat een inval. Maar ja, goed, daar valt maar mee te leven, hè. Maar wanneer gebeurt het dat we door Mil lopen? Dat is ook de reden geweest waarom wij de 55 zijn gaan lopen. Nou, hier zijn wij geboren. Dus op deze boerderij. Oh, dat is echt heel apart. Maar dat is echt niet veranderd. We hebben hier gewoond tot ik 11 was. Oh, dit zijn mijn voetstapjes. Moet je kijken. Toen was ik net zo oud als mijn dochter nu. Mijn ouders die wonen dadelijk op de route. Dus daar hopen wij ook de rest van de familie te zien. Behalve mijn moeder. Die loopt de 30 kilometer. Hey Rini! Hoi! Hoi! Ik denk dat ik hier meer mensen ken dan bij de Via Gladiola vanmiddag. Dankjewel! Hey! Ben je blij om mama te zien? Ja. Oh. They say home is a place you can choose to be. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Don't let this be our final song. Don't let this be our final song. Don't hear me out before you say the light is over. I want you.
organisatie pakt het dit jaar groter aan dan groots. Speciaal voor deze 100ste zijn er extra VIP's uitgenodigd. En dus staat Tine en haar crew klaar om de speciale gasten te verwennen. Jazeker wel. We gaan ons uiterste best doen. Wie is vandaag de belangrijkste VIP? De belangrijkste VIP? Nou, dat is denk ik wel... Even denken. Nou, koning Willem-Alexander. Dus het is een spannend dagje. Het is een heel spannend dagje, ja, zeker. Als ik nou een VIP zou zijn, hoe zou je mij dan ontvangen? Nou, je verwelkomt hem eerst en dan begeleid je hem naar de plek waar hij zijn moet. En die VIP die maakt wel of geen praatje met je. Zelf is het eigenlijk niet de bedoeling dat je een gesprek aangaat. Nee, je mag niet actief een gesprek beginnen met een VIP. Je mag wel wat zeggen, maar niet een actief gesprek. Nee, dat doet de VIP zelf wel of niet. Jij komt naar deze kant te staan, bij die tribune of bij deze hier zo. Hoe bepaal je nou wie er waar gaat staan? Nou, wat ik vind is dat bij deze tribunes altijd jonge mensen moeten staan. Dus je moet er een beetje mooi uitzien hier? Ja, vind ik wel. Dus deze dame is hoofdtribune materiaal? Deze dame, ja. En ook die andere dame aan de andere kant. Linde. Komen jullie mee naar de parkeerplaats? Oh, de camera is weg. Hier ben ik. En dan in die camera boven op mijn snoet, dat is natuurlijk al helemaal... Ja, vol erop hoor. Oh, verschrikkelijk. Ik krijg de indruk dat je helemaal niet zo graag gefilmd wil worden. Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Echt? Het is droog. Waar komt de koning te zitten straks? Ik heb geen idee, want het wordt ons niet verteld. Kun je je werk dan wel goed doen als je dat niet weet? Jawel, want zoals je weet, die hebben allemaal hun eigen beveiligers. Dus daar wordt wel op gelet. Jullie moeten het met de gewone VIPs doen? Wij moeten het met de gewone VIP doen, ja. Vroeg me alleen of wat dit nou is. Eén blanco. Dit ken ik dus ook niet, want dit hebben wij nog geen enkel jaar gehad. Zou dat de schuilnaam kunnen zijn dan, van de koning? Nou, dat zou erbij kunnen zitten. Je weet het maar nooit. De burgemeester weet niet hoe die eruit ziet. De burgemeester is een kleine man, aardig gezet. Zijn er nog echt bekende namen die ook vandaag verder komen? Vanuit het leger, wie er altijd is, is Van Oem. En wie is Van Oem voor de kijkertjes die dat niet weten? Jawel, dat weet iedereen wel hoor. Ik ontkom niet aan jou, hè? Ja, we moeten het er toch even over hebben. Hebben jullie ook een terreurprotocol? Nee, dat hebben wij niet. Wij moeten alleen maar zorgen dat we zelf wegkomen. Dan is iedereen gewoon weer even gelijk. Dan zijn er geen VIP's meer. Nee, precies. Ja, dat is waar. Ja. Wil je nog wat weten? Nee, ik zal ermee stoppen. Ik zal hem uitzetten. Of ik zal mijn handen ervoor doen. Goed zo. Dat is een spannend eindshot. Dag Tine. Goed, tot ziens. Bedankt. Jij ook. Dag. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Nou ja, wij zijn ons voor aan het bereiden om dadelijk de mensen toe te zingen als ze binnenkomen. Ja. Laten we even een deuntje doen. Ja, we gaan het proberen. Dan wordt het voor de... Je moet het oefenen. Je moet toch oefenen. Nou, bars maar los. Oké. Okay. We kennen het wel, hè. Dus we doen Harmpie, hè. Harmpie. Harmpie, de beste loper van de hele wereld. Oh, lieve Harmpie. De beste loper van de wereld ben jij, Harmie. Hey, een bekend gezicht. Je loopt de 30, maar je zit op een fiets. Ik ben uitgevallen, beste man. Wanneer? De eerste dag. Hoezo? Communicatiefout van de organisatie. Ach nee zeg, wat gebeurde er? Ik was om 3:45 in Oosterhout. Ja, het was warm, dus je denkt, dat haal ik niet. Juist. Dus ben ik gestopt. Maar als ze me bekend hadden gemaakt, je mag later binnenkomen. Je mag een uur later binnenkomen. Dan had ik tijd zat gehad. Ach, tot volgend jaar. Ja. Yes. Vind je het wel genoeg, mensen?
nemen. Daarvoor loop ik ook wat sneller. Dat je daar vanaf bent? Ja. Maar daar hou je niet van gejuich? Nee. Zal ik het dan maar een tijdje doen? Doe maar. Yeah! Gaat goed, man. Yeah. Heb jij nou aan je handen? Oh, dat zie je al van ver af. Het is voor het verkeer regelen, dat zien ze dan. Helpt het goed zo? Oh, stop. Ja, ja. Echt mooi. Ik zou stop. Goedemorgen allemaal. Ja. Weet het, hè? De koning komt. Ja. Wat zou nou leuker zijn dat wij de koning verwelkomen met het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau en ik van Duitsen bloed. Yeah! De 13 hebben we er 28 van. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Volgens mij hebben ze nou allemaal al gehad. Hoppa. Super. Geweldig. Meneer Van Achterberg, 12. Meneer Jansen, 30ste keer. U ook de derde keer, mevrouw Looyen. Gefeliciteerd, hè? 19. Meneer Cornelissen, gefeliciteerd, hè? Ja, dank u wel. Je kent van iedereen de naam, hè? Ja, maar kijk, gelukkig hebben we een hulpmiddeltje. Het staat hierop. Ja? Oh. En er staat de beloning dus ook op. Ja? 850 mensen tegenover je en die verwachten allemaal dat je ze nog kent. Dat je nog iets leuks zegt tegen ze en zo. Weet je wel. Dus we hebben ook hele vieze zweethandjes dadelijk en zo. Ja, dan geef je ook graag een hand. Kun je voelen hoe lekker nat dat is en zo. Gefeliciteerd, man. Wat ben je snel. Nee, dat is absoluut niet gebruikelijk. En ik moet zeggen, nu gaat het wel, maar op het eind van de middag is het ook niet zo lekker. Want dan krijg je allemaal van die bezweten gezichtjes. Dus we hebben ook wel wat van die frisse doekjes om af en toe even de handen te wassen. En om even af en toe wat desinfecterende gel erop te smeren. Want dat is niet heel erg lekker. Moet je er meer mee dan? Ja, nog eentje. Nou, ga ik je scannen. Ja. Je moet voor jezelf ook wel een beetje leuk maken, hè? Anders is er ook geen reet aan. Already congratulations. Vanuit mijn vak ben ik ook hulpverlenend geweest. Ik ben dan nu gepensioneerd. Dus ik vind het een feest om inderdaad gastvrouw van de Vierdaagse te mogen zijn. Wie is jou? Schöne Zeit. Blijf vast. Goede heimreizen. Tjus. Tjus. Je ziet jongens van alle talen thuis, hè? Mr. Nakajima, I want to congratulate you. Congratulations. Goeie reis naar huis, hè? Skatje. Oh, dit is toch heerlijk. Ach man, geniet hiervan. Dit is zo super. Kom jongens, kom. Kom. Is dit nou de mooiste dag, Jacqueline? Dit is kikken. Mr. Morning, Mr. Heyerdahl. Yes. Number one. U weet dat er ook een vaste plek is voor het opspelden, ja? Ja, linksboven. Ja, het moet officieel een vuistbreed onder de oksel zijn. Maar kijk, als ze het doet, moet ze het wel goed doen, hoor. Het is geen discussie. Gelijk aanpakken, die handel. Maar nu heb je tijd ervoor, dus nu wil ik dat ook geven. Dan vind ik dat leuk, ja? Tijd en aandacht, is toch leuk? Tot ziens, hè? Doei! Ja, ik kom! Ja. Meneer, die willen opgespeld hebben, maar die moet ook de foto. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. I can't stop the I can see but you when you dance, dance, dance to the beat. Eén keer in het jaar mag je dit beleven. Awesome. Formidabel. Woehoe! 18 times, never disappointed. Outstay gold.
Mijn woord van de dag is... ontroerend. Want er was een zoon die een eerbetoon bracht, al wandelend voor zijn vader. En dat was heel ontroerend. En de hemel huilde nogal veel, want die was ook een beetje ontroerd. En heel veel lopers die door de finish gingen, die waren geëmotioneerd. En dat vond ik dan weer ontroerend. En de gedachte dat ik vanavond in mijn eigen bed lig, dat vind ik heel fijn. Tot volgend jaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz.